dames en heren, welkom bij het Coachhuis in Maastricht. Een bijzondere locatie om bijeen te komen of te vergaderen. Of misschien bent u gewoon op zoek naar een coachruimte. Gaat u met me mee dit bijzondere pand van binnen bekijken? U bent nu binnen op Bosstraat 45, het Coachhuis. U kunt zien dat wij diverse kamers en diverse bewoners hebben. U kunt hier dus terecht voor het huren van een kleine vergaderkamer tot 5 personen of misschien wel tot 15. Diverse mogelijkheden zijn allemaal mogelijk hier. Het pand is prachtig, want het is een oud houten huis van Peters de Groe geweest. Heel veel details, dus kijkt u rustig even rond. Dan ga ik even uit beeld. Welkom in de Sphinx Lounge van het Coachhuis. Vroeger de salon van de familie de Groe, waar ze de gasten ontvingen. En dat doen wij ook. Uw gasten kunnen hier ontvangen worden, rustig even ontspannen. Terwijl u boven nog uw cliënt aan het behandelen bent. Of wilt u een sfeervolle ruimte voor het ontvangst van uw gasten voor een wat grotere vergadering. Kan allemaal hier plaatsvinden. We hebben een leestafel en heerlijke zitjes, sofaatjes. Om rustig in te genieten en eventjes iets te lezen voordat u met uw cliënt aan de slag gaat. Aan de andere kant, deze kant, ziet u een vergaderzaal. Daar gaan we nu even een kijkje nemen, want wellicht is dat interessant voor uw volgende vergadering. Dit is de Regoezaal, een plek die perfect is om te vergaderen in een sfeervolle ambiance met een man op 15 à 16. Er zijn diverse faciliteiten aanwezig, zo ziet u aan de andere kant van de ruimte een grote tv-scherm en een flip-over staan. Uiteraard kan u met uw gasten genieten van een hapje en een drankje, maar dat moet u zelf even erbij regelen. Of wij kunnen u adviseren wat allemaal mogelijk is. Kijkt u rustig even rond, want er is genoeg te zien in deze prachtige sfeervolle ruimte. In deze kamer is genoeg te zien. U kunt hier wat serviezen zien die uit de fabriek van de Groe komen. En u kunt hier lekker vergaderen met een man of 6 aan deze prachtige tafel. Uiteraard is ook de mogelijkheid om nog een stapje kleiner. Daarvoor hebben we nog boven op de eerste verdieping 2 prachtige kamers. Maar deze ruimte is dus geschikt voor een kleine vergadering of een meeting of een gesprek in een sfeervolle setting. Een kleinere kamer met een vergadertafel voor 3 personen of een zitje voor een 1-op-1 gesprek. Met ook weer wat voorbeelden van prachtige oude Regoe-serviezen. Die staan aan deze kant. En een sfeervolle houten vloer met nog een prachtige oude schouw. Dus ook een perfecte locatie voor een kleinere vergadering of een goed 1-op-1 gesprek. Mocht u geïnteresseerd zijn, kijk op www.hetcoachhuis.nl. Op locatie Maastricht en daar kunt u alle informatie vinden voor het boeken van uw ruimte.